kort, krachtig. Wat is dit? Kom je dat tegen in een muziekschool? Wel, er hangen geen snaren aan. Je kan er wel op slaan. Dus is het slagwerk? I don't know. Maar er zitten verdorie veel knoppen aan. Dat kan ik je meegeven. Misschien wat iets anders. Het lijkt op speelgoed. Maar is het speelgoed? Ik leg het eventjes aan. Ik weet niet of je dit hoort. Maar we zitten hier met iets dat eindeloos irritant kan zijn, maar ook mooi. Licht weer af. Misschien herkenbaarder. Dit. We komen in de buurt. Dit lijkt op een klavier van een piano, maar wat ontbreekt er? Ja, gewoon de rest van de toetsen. En je ziet ook weer al die knoppen die hier van boven te bedienen zijn. Dan heb ik ook nog iets. Een andere trend, namelijk een soort bakje. Een gitaarpedaal is het eigenlijk. Een gitaarpedaal, het is de timeline, een delay. Nu, daar ga ik al veel te concreet info geven. Er is in de muziekschool iets speciaals gebeurd. Vroeger kon je namelijk klassieke piano volgen, klassieke gitaar, klassiek dit, dat. Fantastisch. Daarna is de jazzrichting erbij gekomen. En vanaf nu kan je ook Live Studio Electronics volgen en de Klanklab, waarin de productie meer uitgelegd wordt. Dus waarin dat we eigenlijk samen gaan produceren, waarin dat we samen gaan DJ'en, waarin dat we samen kijken van waar al die elektronica komt, want er is natuurlijk een geschiedenis aan verbonden. In de jaren 80, 1880, was dat nog niet zo relevant. We waren eerder bezig met hoe kunnen we misschien ooit een keer een geluid opnemen. Maar nu is iets opnemen een fluitje van een cent, denk je. Maar dat is het eigenlijk niet. We hebben in de academie verschillende micro's ter beschikking. En ieder jaar houden we ook opnamesessies. Dus we leren met micro's werken. We leren met synthesizers werken. We leren luisteren naar muziek op een andere manier. En soms gaat dat naar heel oude muziek, maar ook heel recente muziek. Naar, ik zeg maar iets, DJ Snake, Dimitri Vegas en Mike, naar dus de DJ Top 100 of zoiets. Maar we kijken ook van waar het komt, namelijk de jaren 60, Ligeti, spectrale muziek. Die mensen zijn er eigenlijk mee gestart. Dus een ongelooflijke kans in de muziekschool. Ik hoop jullie in september warm te kunnen maken met al wat les. Dus je bent zeker welkom. Ik zou zeggen, probeer het gewoon een keer. Als je die sprankeling voelt om zelf een muzieknummer te gaan maken of daar meer over wil weten, kom gewoon eens langs.